Ja, voorzitter. Na het vurig ondersteunend betoog van de heer Ranjit Singh, mag ik u vragen om het lid Asabina het woord te geven. Lid Asabina. Voorzitter, bedankt. Laat me starten om de president welkom te heten, voorzitter. Wij voelen ons zeer vereerd hem in ons midden te hebben. Voorzitter, vandaag is onder uw hamer de bespreking van de door het kabinet Boutersen Amirali ingediende en uitgesproken regeringsverklaring in het Hoogste College van Staat, de dato vrijdag 1 oktober 2010. Staat u ons toe, voorzitter, om onze visie, inzichten en constructieve bijdrage aangaande dit belangrijk document met uw parlement en de regeringstafels te delen. Op de dag van mijn medespeech hier in het parlement, voorzitter, was de president niet aanwezig. En ik weet niet of u zich nog kan heugen. Ik heb had aangegeven dat ik zeer ingenomen ben met een heel belangrijke uitspraak van hem. Dus in zijn bijzijn wil ik die uitspraak weer herhalen, voorzitter. De president heeft vorig jaar gezegd, voorzitter, alle problemen zijn onze problemen. Alle successen zijn van het volk. Zonder de intentie te hebben, voorzitter, volledig te zijn, wil ik nogmaals een belangrijke statement van de president en met het parlement delen. Hij corrigeert mij als ik het nu goed heb aangegeven. De president, maar toen was hij nog geen president, voorzitter, heeft aangegeven: wat wij zullen zijn, is wat wij van onszelf zullen hebben gemaakt. Voorzitter, woorden die wij ons goed ter harte moeten nemen. In feite, voorzitter, moeten wij in de regeringsverklaring en het regeerakkoord als leidraad het antwoord vinden op de vraag waar het met Suriname in 2015 moet zijn. Laten wij alvast aangeven, voorzitter, dat het document niet alleen qua oplage en vormgeving, maar ook inhoudelijk indrukwekkend en inspirerend is. Ik heb het over het document, de regeringsverklaring, voorzitter. Onder meer, voorzitter, is aandacht besteed aan een strategisch kader. De operationele programma's moeten we terugvinden in de ontwerpwetten en het jaarplan en de MOP, voorzitter. Er is aandacht besteed aan algemene zaken, economische en financiële zaken, concurrentievermogen, ik denk hierbij aan interne markt, industrie en onderzoek, werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken, vervoer, telecommunicatie en energie, milieu, onderwijs, opleiding van jongeren, sport, cultuurbeleid, landbouw en veeteelt en visserij, justitie, grondbeleid, voorzitter, huisvesting, grondrechten, decentralisatie, burgerparticipatie, gemeenschapontwikkeling, fiscaliteit en externe ontwikkeling. Zo zouden we door kunnen gaan, voorzitter. Wat ik al eerder aangaf, de verdere uitwerking van de regeringsverklaring moeten wij terugvinden in de ontwerpwetten en misschien ook een belangrijk deel in de MOB. Wij willen bijzondere aandacht vragen voor meer meetbaarheid, kwantificeerbaarheid, voorzitter, en helderheid van de geformuleerde doelen, gekoppeld aan een streefdatum. Dan verwijs ik naar het jaarplan, de ontwerpbegrotingen en de MOB. Voorzitter, een toetsing van de beleidsmaatregelen heeft aan het licht gebracht dat daarin bouwstenen zijn aangedragen voor verdere economische groei en duurzame ontwikkeling van Suriname. Duurzame ontwikkeling en armoede, voorzitter, lopen als rode draad door dit document. De internationale uitdagingen zijn bekend die duurzame ontwikkeling belemmeren. In dit kader denken wij aan nieuwe supermarkten die zich manifesteren, voorzitter. Ja, één ogenblik. Lid Asabina, toch, er is een korte interruptie, heb ik begrepen.
verduidelijken, mevrouw de voorzitter. Hij verwees naar de MOP. Welke MOP? Is die O-MOP of die nog moet komen? Dank u wel. Ja, lid Asabina. Voorzitter Paleij, ik verwijs naar de toekomstige MOP. Voorzitter, de internationale uitdaging nog steeds. Ik sprak al eerder, voorzitter, over nieuwe supermarkten, escalerende conflicten in combinatie met meer aandacht voor meer vrijheidsbeleving, de toenemende onrust in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika als gevolg van de roep tot verandering. Vers in ons geheugen, voorzitter, denken wij aan landen als Egypte, Libië, Iran, Algerije, Jemen, Ivoorkust. We denken ook aan groeiende kloof tussen rijk en arm, voorzitter. Voedselcrisis, energiecrisis, klimaatverandering, tekort aan schoon drinkwater, toenemend geweld, milieucrisis, voedselveiligheid en onveiligheid, voorzitter. Volgens de FAO hebben de voedselprijzen, in het bijzonder van graan, suiker en olie, thans het hoogste niveau bereikt sinds 2008, voorzitter. De situatie zou op dit moment onvoorspelbaar zijn. We hebben het hier over de internationale ontwikkelingen. Ook zien wij, voorzitter, dat wij niet gespaard zijn gebleven van de vele uitdagingen en problemen in deze veranderende wereld. Onder meer kunnen wij niet meer terugvallen, voorzitter, op de in 1975 toegekende schenkingsmiddelen. De verdragsmiddelen zijn uitgeput. Onze economie wordt in stand gehouden, voorzitter, door productie van en handel in grondstoffen, in met name de mijnbouwsector, welke gevoelig is voor de internationale prijskommelingen. Er is sprake van jarenlang gebrek aan investering in en verwaarlozing van een primaire sector als de agrarische sector, voorzitter. U merkt dat wij een uitermate kwetsbare economie hebben. We hebben een lege staatskas welke is aangetroffen. Forse toename van prijzen voor diensten en goederen, in het bijzonder de stijging van voedselprijzen. Er is sprake van een kleine open import- en fragiele economie. Lage arbeidsproductiviteit. Een door de politiek gekweekte waterhoofd dat Palanti heet. Lonen en loonverhoging bij de overheid en parastatale bedrijven die niet worden gekoppeld aan productie en productiviteit. Gebrek aan institutionele capaciteit. Meer dan 80% van de inkomsten van de staat die opgaat in salarissen. Grote werkloosheid en onzekerheid onder jongeren. Toenemende binnenlandse liquiditeitenmassa. Sociale problemen zoals het vraagstuk van een eenouder of gebroken gezinnen. Dat een zorgwekkende en een stijging vertoont. Vrouwen die alleen de zorg dragen voor het gezin. Corruptie, een ziekte die het land heel veel geld kost. Huisvestingproblemen. Een economische groei, voorzitter, die nog steeds niet ten goede komt aan de armen in combinatie met een scheve inkomensverdeling. Ik heb het over de kloof tussen arm en rijk, die niet kleiner wordt, voorzitter. Het vraagstuk van bereikbaar en toegang tot betaalbaar openbaar vervoer. Investeringen in kinderen, jeugdzorg en kinderopvang. Onveiligheid en criminaliteit. Toegang tot zuiver drinkwater, voorzitter. Allemaal uitdagingen en problemen waartegen deze regering moet aankijken, voorzitter. Voorzitter, u hebt zelf gemerkt dat de regering staat voor een aantal uitdagingen. Het voorgaande vraagt structurele hervormingen en sterke beleidsmaatregelen, voorzitter. Feit is dat wij moeten doen, voorzitter, wat we de afgelopen 35 jaar niet hebben gedaan. De hervormingen zoals vervat in de regeringsverklaring zijn nodig, voorzitter, voor de nodige economische groei en duurzame ontwikkeling van deze natie. Het gaat om economische, fiscale, constitutionele, politieke, sociale, maatschappelijke en hervorming op bestuurlijk-organisatorisch vlak. De moderniseringsmaatregelen kunnen wij niet uitstellen, voorzitter. Het gaat erom dat wij als samenleving de knelpunten, de ontbrekende schakels en de nieuwe mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling onder ogen moeten zien. Willen wij het groeipotentieel zoals vervat in het document, voorzitter, bereiken? Wij ontkomen niet eraan sociale programma's op te voeren, voorzitter. Wij moeten voorkomen dat de hervormingsmaatregelen blijvende sociale sporen achterlaten in termen van toegenomen armoede en ontheemding. Het kan niet zo zijn dat terwijl de economie herstelt, voorzitter, de armoede toeneemt, de kwaliteit van het leven achteruit gaat en de burgers radeloos raken. Overigens willen burgers door de overheid serieus worden genomen en tijdig worden geïnformeerd.
We denken hierbij aan budgetvoorlichting, voorzitter. We zijn blij met de compenserende maatregelen en het sociaal pakket. We denken hierbij aan de verhoging van de AOV, de belastingkorting, tegemoetkoming aan de mensen met een beperking, optrekken van kinderbijslag. We hebben begrepen, voorzitter, dat de regering werkt aan een programma om de armste gezinnen maandelijks van geld te voorzien onder bepaalde voorwaarden, voorzitter. Gaande het traject van hervorming om deze samenleving een duurzame ontwikkeling te bieden, voorzitter, zullen wij met tegenvallers te maken hebben. We moeten zoveel tegenvallers opvangen, zoveel mogelijk tegenvallers opvangen met meevallers op lange termijn. Of nagaan hoe deze te verrekenen zijn binnen de bezuinigingsplannen voor deze regeringsperiode. Het is ook zaak dat de regering aangeeft, voorzitter, met welk bedrag men wil bezuinigen en hoe men dit wil doen. We hebben recentelijk meegemaakt dat de winstmarge voor de oliemaatschappijen en ook voor de service station houder is opgevoerd. Maar het is afgewenteld op de finale consument, voorzitter. Het zijn zaken waarmee wij in de toekomst rekening moeten houden. Het beleid moet voorspelbaar zijn en consistent zijn, voorzitter. Voorzitter, om de juiste balans te vinden, moeten we een culturele verandering bewerkstelligen. Een verandering in mentaliteit en gedrag, voorzitter. We moeten afstappen van de oude gewoonte. De samenleving is te individualistisch ingesteld. Hoe vaak zeggen wij niet dat wij een krabbenmentaliteit hebben, voorzitter. We hebben geen wijgevoel, maar één van ieder voor zich, God voor ons allen. Een schoolvoorbeeld is de wijze waarop wij omgaan met ons milieu en onze belastingplicht, voorzitter. Deze levensorde is een belangrijke stap in de weg. Ontwikkeling die allemaal de millenniumdoelen bedreigen, voorzitter. De overheid heeft een pakket aan financieel-economische maatregelen met het oog op gezond maken van de economie, inclusief gezond maken van de financiële huishouding, voorzitter. Een deel van deze noodzakelijke maatregelen is in uitvoering, terwijl de uitvoering van het andere deel in het verschiet ligt. Maatregelen die al zeer impopulair en kostenverhogend zijn overgekomen. Wie van mening is, voorzitter, dat de regering geen impopulaire maatregelen zou moeten treffen, houdt zichzelf voor de gek. We kunnen niet doorgaan waarmee we decennia lang bezig zijn. We moeten onder ogen zien en beseffen dat wij niet op de traditionele wijze kunnen doorgaan. We zullen naar drastische maatregelen moeten grijpen, concrete en effectieve stappen die weerstand zullen oproepen. Het stemt ons goed te mogen meemaken, voorzitter, dat de regering door middel van open en transparante communicatie en met de sociale partners, met andere woorden, en met de vakbeweging, en met het bedrijfsleven, en met de politiek bezig is dat de treffende maatregelen te bespreken alvorens deze beleidsdoelen te implementeren, voorzitter. Voorzitter, we zullen de voortzetting van onze bijdrage hoofdzakelijk koppelen aan de sociale paragrafen van de regeringsverklaring. Niet voor niemandal is aangegeven dat het beleid als basis heeft het menselijk potentieel van alle Surinamers. Aldus kunnen we concluderen, voorzitter, dat de Millennium Development Goals de kapstok van de regeringsverklaring vormen, voorzitter. De regering heeft de internationale afspraken van 2015, de zogenaamde 8 millennium doelen, omarmd. In feite heeft de regering in belangrijke mate antwoord gegeven op de vraag wat wij moeten doen om de millennium doelstellingen te halen, of concreter gezegd een bijdrage leveren om armoede en honger in 2015 wereldwijd met de helft te verminderen, voorzitter. Zoals u bekend beloofde 11 jaar geleden, voorzitter, alle staatshoofden en regeringsleiders aan de hand van de millenniumdoelen om de extreme armoede en honger in 2015 te halveren. Ook in ons land wordt armoedebestrijding steeds belangrijker. Hiervoor verwijzen wij wederom naar de regeringsverklaring. Zoals u weet zijn er nieuwe manieren van toezicht van armoede ontwikkeld. Armoede is meer dan geldgebrek. Ja. Een combinatie van economische en sociale aspecten spelen een rol bij het meten hiervan. Toegang tot sanitaire voorzieningen, water, onderwijs, gezondheidszorg, onderdak en ondervoeding zijn enkele van de meetbare indicatoren. Ons land heeft zich ook gecommitteerd aan de MDG te realiseren. Staat u ons toe, voorzitter, om de 8 miljoen doelen of de 8 geboden de revue te laten passeren. Eerste millenniumdoel, voorzitter, het percentage mensen dat per dag minder dan $1.25 te besteden heeft, moet in 2015 zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Het percentage mensen dat honger leidt,
moet in 2015 zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. In 2015 moeten alle jongens en meisjes basisonderwijs kunnen volgen en afronden. In 2015 gaan er evenveel meisjes als jongens naar school, zowel basis, middelbaar als hoger onderwijs. In 2015 moet het percentage kinderen dat voor hun vijfde jaar overlijdt met 2/3 zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, voorzitter. In 2015 moet de moeder sterven met 3/4 zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2015 moet de verspreiding van HIV-AIDS een halt worden toegeroepen en moet er een begin zijn gemaakt met de terugdringing ervan. In 2015 moet de verspreiding van malaria en andere grote ziekten een halt zijn toegeroepen en moet er een begin zijn gemaakt met de terugdringing ervan. In 2015 moet het percentage mensen zonder toegang tot drinkwater zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Ik kijk naar collega Tarnadi. We waren onlangs in Borokopondo, dus hij heeft het zelf meegemaakt, voorzitter. In 2015 moet het percentage mensen zonder toegang tot sanitaire voorzieningen zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Ofschoon de millenniumdoelen oorspronkelijk waren bedoeld om de mondiale ontwikkelingen als geheel te meten, voorzitter, is er zaak na te gaan waar wij als natie staan en of wij goed staan voor het halen van de targets en de finish in 2015. We vragen bijzonder aandacht voor de tussenrapportage, niet alleen, maar ook om deze te delen met de samenleving. Ik weet op dit moment niet welke instantie, welk ministerie en de uitvoering van deze doelen monitor, voorzitter. Gaarne vernemen wij dat van de regering. Voorzitter, sta je ons toe om iets te zeggen over onderwijs. Investeren in onderwijs, voorzitter, is investering op lange termijn en geen consumptieve uitgaven. De inzetbaarheid en marktwaarde van de burgers kunnen alleen door onderwijs worden verkroot. De kwaliteit en de relevantie van het onderwijs moeten beter worden afgestemd op de arbeidsmarkt en jongeren moeten langer kunnen studeren, voorzitter. We vragen aandacht voor het op touw zetten van projecten en programma's om straatkinderen voornamelijk in kansarme wijken de kans te geven een beroep te leren, voorzitter. In het onderwijs moet dringend gewerkt worden aan het wegwerken van niveauverschillen. Alle kinderen moeten op school dezelfde educatieve stimulans in de vorm van toegang tot radio, televisie, computer en internetfaciliteiten krijgen, voorzitter. Wat opvalt, voorzitter, is dat jongeren die een opleiding volgen niet kunnen rekenen op steun om werk te vinden of een eigen zaak te beginnen. Veel afgestudeerden en drop-outs belanden gewoon weer op straat. Laten wij de generatie die dit land in de toekomst moet besturen, voorzitter, niet het signaal geven dat onderwijs niet de sleutel is tot het fatsoenlijk leven. Een zorgwekkende ontwikkeling is dat wij in ons land aankijken tegen de situatie, voorzitter, waar veel meer meisjes dan jongens naar school gaan en naar de universiteit. Weliswaar moeten we ons haasten, voorzitter, door aan te geven dat deze ontwikkeling zich vooralsnog niet heeft vertaald in meer gelijkheid en acceptatie op de werkvloer. Dus een echte erkenning van de economische rechten van vrouwen is er nog niet gekomen, voorzitter. We hebben de plicht de jeugd een veilige en gezonde toekomst te geven, een verbeterde levensstandaard en toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Kinderen erven verantwoordelijkheid op voor de aarde te zorgen, voorzitter. Ze zijn in hoge mate gevoelig en kwetsbaar voor de gevolgen van sociale, economische, educatieve achteruitgang en van het milieu, voorzitter. Gezondheidszorg, voorzitter. Voorzitter, de uitdaging op het gebied van de ziekenhuiszorg, in het bijzonder op het gebied van de medicamentenvoorziening, de bepaling van lidaktarieven en salarisuitbetaling zijn nog vers in het geheugen. We zijn bekend met de inspanning van de regering om de ziekenhuizen te doen verzelfstandigen, voorzitter. Het is ook zaak dat de overheid meer duidelijkheid geeft over de invoering van het AZV-stelsel. We hebben begrepen dat de regering zit met aspecten betrekking hebbende op de technische uitvoering en de financiering van deze ziektekostenverzekering, voorzitter. Met andere woorden, is niet waar dat uitvoering van AZV zelfmoord is, voorzitter. De uitvoering is voorlopig van de baan vanwege de hoge kosten van uitvoering. Zoals meermalen gezegd, zal de AZV de versnippering binnen de gezondheidszorg en discriminatie tegengaan. Betere planning en meer transparantie, dus meer efficiëntie en besparingen. Het is bekend, mevrouw de voorzitter, dat de overheid op dit moment 44% van de geneeskundige zorg in Suriname betaalt. Bijzondere aandacht vragen wij
voor de behoefte aan gelijke en verbeterde gezondheidszorg voor alle kinderen, alsook de kans op ziekte en sterfte onder moeders en kinderen te verkleinen. Voorlichting en informatie betreffende gezond en verantwoord ouderschap bevelen wij aan, voorzitter. Veiligheid, voorzitter. De veiligheid staat borg voor vrede en voor de eerbiediging van de wetten in elke beschaafde samenleving, voorzitter. Iedere burger moet zich vrij voelen in de samenleving. De samenleving heeft haar ernstige bezorgdheid geuit over de onveiligheid en criminaliteit. De roep voor verbetering van het veiligheidsgevoel wordt steeds meer en meer luider. We zien dat vergroting van de maatschappelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de burgers speerpunten zijn van het regeringsbeleid. Veiligheid en ondernemerschap, voorzitter, gaat hand in hand. Bijzondere aandacht willen wij vragen om te besteden aan stelselmatige daders en jeugdcriminaliteit, voorzitter. Het versterken van reactiesnelheid van de politie, het zichtbaar, aanspreekbaar en actueel toezicht en de controle in publieke ruimte, voorzitter. Voorzitter, criminaliteit... Laat me even een slokje nemen, hoor, voorzitter. Voorzitter, criminaliteit is geen raciaal probleem. Omdat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn of zouden zijn in de criminaliteitscijfer. Criminaliteit moet integraal worden benaderd, vooral bij het zoeken naar een duurzame en preventieve oplossing hiervan. Aspecten als werkloosheid, opgroeien in armoede, onderwaardering in het onderwijs, slechte huisvestingssituatie, magere sociale voorzieningen moeten bij het bediscussiëren en aandragen van oplossingsmodellen niet over het hoofd worden gezien. In elk land, voorzitter, is er een causaal verband waar te nemen tussen sociale en economische ongelijkheid en zekere vertegenwoordiging in de gevangenissen. We moeten politiek gewin en sensatiestuk achterwege laten bij het zoeken naar oplossing van dit vraagstuk. Een bekende wetenschapper, voorzitter, heeft het voorgaande als volgt verwoord. Elk mens, ik citeer, voorzitter, elk mens wordt geboren als een kwetsbaar wezen vol mogelijkheden en talenten die ieder zelf tot ontwikkeling moet kunnen brengen om zo de mens te worden die hij of zij in aanleg is. Ik ga door. Een goede samenleving is een samenleving, voorzitter, die elk van haar leden in de gelegenheid stelt om zijn capaciteiten te ontplooien en die daarvoor ook de materiële, juridische, politieke en culturele voorwaarden schept, minstens tot een drempelniveau, voorzitter. Is geen citaat of uitvinding van de heer Asabina, voorzitter. Grondrechten, voorzitter. Voorzitter, grondrechten. Als ik dit vraagstuk bespreek, voorzitter, dan lijkt het alsof ik ontroerd raak, voorzitter. Maar dat is het niet. Voorzitter, de wettelijke erkenning van de gronden van inheemse en Marons is nu meer dan ooit een heet hangijzer, voorzitter. Vooral de in uitvoering zijnde ordening van de gouwsector maakt de situatie waarin deze mensen verkeren onzeker, voorzitter. De regering heeft bij monden van het hoogste gezag aangegeven dat de realisatie van de tribale rechten geen loze belofte is en in deze periode een feit zal zijn, voorzitter. Deze regering schijnt meer en beter aandacht te besteden aan dit vraagstuk, voorzitter. De gemeenschappen in het binnenland mogen rekenen op erkenning van de grondrechten die zij jarenlang bewonen, is hun toegezegd, voorzitter. Wij tekenen op, voorzitter, dat een grondrechtenconferentie ultimo juni 2011 in het vooruitzicht is gesteld. Tevens hebben wij de speciale rapporteur voor inheemse volken bij de Verenigde Naties, professor, de naam van die goede meneer, meneer Yabini, help mij. Meneer Ayana, meneer Anaya, hebben wij mogen verwelkomen, voorzitter, in Suriname. We begrijpen wel dat er veel onbegrip is in de samenleving, voorzitter, over deze aangelegenheid. Voorzitter, het is een mythe als men zou denken dat de tribale volken de grond als hun persoonlijk bezit zien, voorzitter. Wat waar is, voorzitter, is dat inheemse volken, tribale volken en hun gemeenschappen een historische band met het land dat zij bewonen en in onze situatie de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van ons land en de Maron. Ze hebben gedurende vele generaties een holistische, traditioneel wetenschappelijke kennis van het land, natuurlijke hulpbronnen en milieu ontwikkeld, voorzitter. Het land verzekert hun voorbestaan, voorzitter. Ze moeten in hun leven bestaan
bestaanszekerheid kunnen voorzien. Het land is een voedselschuur, voorzitter. Hun supermarkten, gebruik ze voor hun transportfaciliteiten. Hun apotheek, hun waterpotentieel, voorzitter. En zo zouden wij nog door kunnen gaan, voorzitter. Ze beseffen als geen andere, voorzitter, dat de maatschappij verandert en moderniseert. En dat zij ook moeten evolueren, voorzitter. Maar het mag nooit zo zijn, voorzitter, dat middels macht hun levensstijl wordt veranderd, voorzitter. Voorzitter, weet u wat een bejaarde inheemse man mij heeft gezegd, voorzitter? Ja. Voorzitter, die goede man heeft mij gezegd, het enige wat we willen hebben is leven in vrede op onze eigen grondgebieden. Het aantal jaren na onze eerste contact met de buitenwereld heeft ons alleen maar ellende, dood en verbanning opgeleverd, voorzitter. Decennia lang krijgen wij stank voor dank. Voorzitter, zorg dat ik even ontroerd raak, voorzitter. Nee, even, heer. Leden. We gaan zo, voorzitter. Huisvesting. Voorzitter, het recht op passende huisvesting is al een van de fundamentele rechten van de mens vastgelegd in de universele verklaring van de mens, voorzitter. Hoewel geen tastbare resultaten in het huisvestingbeleid, zijn de geluiden hoopgevend. We hebben uit de media mogen vernemen dat er reeds een conceptwoonwet is, de wet op huisvestingautoriteit. Suriname en de wet op huisvestingautoriteit Suriname en zijn er reeds gesprekken gevoerd met financiële instellingen voor het creëren van flexibele financieringsmodaliteiten voor elke inkomensgroep, voorzitter. Woningbouwcoöperaties zullen zich bezighouden met de bouw en het beheer van de huizen en dat er geen huizen meer gratis zullen worden afgestaan. Ook zelfbouw zal worden gestimuleerd, voorzitter. Thans zou men bezig zijn vrije overheidsterreinen en te lokaliseren waar er huizen opgezet kunnen worden, voorzitter. Voorzitter, we hebben meermalen door functionarissen op strategisch niveau, voorzitter, hebben wij begrepen of hebben zij de opvatting welke erop neerkomt dat het LIPS 1, en we hebben ook, dat is een 5% en een 7% lening, voorzitter. Dat het, we 5% is LIPS en we hebben die 7% lening, voorzitter. Voorzitter, is het u bekend dat mensen die in het binnenland wonen, voorzitter, geen toegang hebben tot deze voorzieningen? Als u nu naar Brokopondo gaat, voorzitter, gaat u een boom zien in de woningbouw, voorzitter. Maar die mensen van Brokopondo en overige delen van het binnenland, voorzitter, kunnen niet zeggen dankzij de 5% en de 7% lening. Helaas moeten ze zeggen ondanks de 5% en de 7% leningen. Want ze hebben geen titel op de grond. We roepen de regering op, voorzitter, om deze discriminatie toch op te heffen, voorzitter. Voedselzekerheid, voorzitter. De stijgende voedselprijzen hebben nu al geschiedenis geschreven, voorzitter. We merken op dat in de afgelopen decennia de landbouw is verwaarloosd in Suriname, voorzitter. De groei in deze sector blijft van fundamenteel belang voor voedselzekerheid, armoedebestrijding, economische groei en een duurzaam milieu. We moeten teruggaan naar coöperatie, voorzitter, en familiale landbouw die vrouwen niet alleen economische stabiliteit biedt, maar ook een sociaal netwerk waarop ze kunnen steunen en teweeg brengen, voorzitter. Beleid op het gebied van verbetering van oogstmethoden, opslag, verwerking en transportinfrastructuur die de marktkansen zullen verbeteren, voorzitter. Voorts moet er veel meer geïnvesteerd worden in irrigatie. Niet alleen in de kustvlakte, voorzitter, maar in het binnenland wordt er ook op grote schaal aan landbouw gedaan. Het ministerie van LVV heeft enkele jaren terug een onderzoek laten instellen, voorzitter. En het blijkt dat in het binnenland veel bepaalde gewassen veel meer worden verbouwd dan in de kustvlakte, voorzitter. Stimulering ondernemerschap. Voorzitter, we zaten in het congresgebouw. En bij die gelegenheid heeft de president, ter gelegenheid van de 35e onafhankelijkheidsviering, gezegd
dat we zullen moeten beseffen dat ondernemen eerder en effectiever armoede verdrijft dan ontwikkelingshulp, voorzitter. Wat een mooi citaat. Jongeren moeten bezield worden van het ondernemerschap, heeft de president verder gezegd. Ondernemerschap is de drijvende kracht achter de economische ontwikkeling van elk land. 100% achter deze woorden van de president, voorzitter. Alleen moeten we constateren, voorzitter, een tekort aan ondernemerschapszin in Suriname, voorzitter. Het lijkt een hype te zijn, voorzitter, waarbij een ieder bij de overheid wil gaan werken. Als u ons vraagt, geen gezonde ontwikkeling, een mentaliteitsombuiging moet plaatsvinden, voorzitter. We zijn blij dat in de regeringsverklaring bijzondere aandacht is besteed aan het scheppen van conditie om investeren aantrekkelijk en rendabel te maken. In dit kader wordt gedacht aan basisvoorzieningen als industrieterreinen, water- en energievoorziening, kredietmogelijkheden en faciliteiten, wet op de jaarrekening, investeringsfaciliteiten, etc. Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap en ook onder de jongeren, voorzitter, moet bijzondere aandacht krijgen. Begeleiden van startende ondernemers. Het aanpakken van jeugdwerkloosheid moet prioriteit krijgen, voorzitter. De jeugd maakt een groot deel uit van de bevolking, voorzitter. Openbaar vervoer. Voorzitter, zou ik weten hoeveel tijd ik nog heb? Ik heb nog 5 sheets. Als u voor de tweede ronde wat wil overlaten, dan u bent 12:55 begonnen. Dus u bent nu net een half uur bezig. Oké, nee, dan rond ik het daar een uur. En openbaar vervoer, voorzitter. Voorzitter, het is ons opgevallen dat de dure en stijgende benzineprijzen niet erin hebben geresulteerd dat de meeste automobilisten niet blijven doorrijden, voorzitter. Dat is mij ook opgevallen. Niet dat het effect niet ingrijpend genoeg is of geen schokkend effect teweeg heeft gebracht, of dat zulks alleen te maken heeft met de privacy die je in je privévoertuig hebt, voorzitter. De dieperliggende oorzaak houdt verband met de lange en onzekere wachttijden bij de bushalte. De veiligheid, de klantvriendelijkheid, de bereikbaarheid en toegang tot openbaar vervoer. Openbaar vervoer, voorzitter, is staatszorg, voorzitter. Voorzitter, openbaar vervoer, de ordening van openbaar vervoer, voorzitter, moet evenveel aandacht krijgen als de ordening van de gouwsector, voorzitter. De wet op openbaar vervoer moet op de schop, voorzitter. Wetten worden gemaakt om een samenleving te ordenen, om de kwaliteit van het leven te verbeteren, voorzitter. Heel veel wetten dateren uit de koloniale tijd, voorzitter. En ze moeten allemaal vervangen worden, voorzitter. Energie, voorzitter. Voorzitter, de hoge prijzen van energie maken hernieuwbare energie in de wereld aantrekkelijker. We zien dat wereldwijd men geïnteresseerd is in windenergie, stroom uit waterkrachtcentrale, voorzitter. We juichen de initiatieven toe van de regering om ons potentiële capaciteit aan hernieuwbare energie in kaart te brengen, voorzitter. De regering is bezig het Tapajai en Grand Creek projecten grondig te bestuderen op een technische en economische haalbaarheid, voorzitter. Voorzitter, het is zaak om al in de voorbereidingsfase in overleg te treden met de gemeenschappen die deze belangrijke rivieren voor diverse doeleinden gebruiken, voorzitter. Het grondbeleid, voorzitter. Voorzitter, groot grondbezit neemt in Suriname toe. Er is sprake van een concentratie van landeigendom, voorzitter. We zijn een land met amper 500.000 zielen. Interessant is te weten, voorzitter, hoeveel mensen leven zonder grond, voorzitter. Het grondbeleid is nooit transparant en rechtvaardig geweest. We merken dat niet alle grondaanvraagprocedures worden doorlopen alvorens uitgifte van grond plaatsvindt. We zijn zeer ingestemd en verheugd, voorzitter, met de mededeling van de president ter gelegenheid van de beëdiging van de DC van Coroni dat er een landhervormingswet komt, voorzitter. Financieel-economisch. Nee, ik ga dit overslaan, voorzitter. Misschien. Decentralisatie. Laat me decentralisatie even pakken. Voorzitter, we zijn in een proces van decentralisatie. We vinden zelf dat het traag verloopt, voorzitter. We merken dat we kinderstappen maken en beleven ook de nodige kinderziekte. We zien, voorzitter, dat decentralisatie de hoogste prioriteit geniet van de regering. Ik denk dat wij willen gaan naar een volledige financiële en administratieve decentralisatie. De erkenning van lokale overheden die financieel autonoom zijn en geleid worden door verkozen organen, voorzitter. We praten hier over verdelen van bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en middelen tussen de centrale administratie en de nieuwe lokale autoriteiten, voorzitter. Ik citeer, voorzitter, decentralisatie vormt een van de pijlers van het democratiseringsproces door ruimte te creëren om op lokaal vlak rekening te houden met de principes van de rechtsstaat, participatie, transparantie, scheiding der machten en een billijk en transparant beheer van middelen, voorzitter, heb ik uit een stuk gehaald, voorzitter. Voorzitter, wij willen bijzondere aandacht vragen voor de werkrelatie tussen deze overheidsorganen en het traditioneel bestuurssysteem en gezag in het binnenland, voorzitter. Voorzitter, laat me toch wel iets zeggen van de grondwet, voorzitter. Met name het kiesstelsel. Want die signalen vangen we heel vaak regelmatig op, voorzitter, dat het kiesstelsel op de schop moet, voorzitter. Het zou al lang achterhaald zijn en niet beantwoorden aan de uitgangspunten en doelstellingen. Wij vinden, voorzitter, dat wij ons niet moeten laten leiden door emoties. We moeten teruggaan naar de overwegingen en goede bedoeling van het huidige kiesstelsel, voorzitter. Dat enigszins overkomt als een districtvertegenwoordigingsstelsel, voorzitter. We menen niet te weten dat de grondwet of kieswet politieke partijen en of combinatie uitsluiten om in een kiesdistrict aan de verkiezing deel te nemen, voorzitter. Voorzitter, democratie is geen synoniem van macht van de meerderheid. Ik citeer, voorzitter, wat iemand heeft gezegd. Democratie, voorzitter, is een interessante strategie om door middel van een verdeling van competentie op nationaal en lokaal niveau het bestuur te verbeteren en de armoede terug te dringen, voorzitter. Voorzitter, het verhaal van goedkope zetel in het binnenland is een mythe. Voorzitter. De afgelopen verkiezingen, voorzitter, heeft laten zien, voorzitter, dat Marowijne veel meer kiezers had dan Saramaka. Voorzitter. Marowijne had veel meer kiezers dan Saramaka. Maar Marowijne kon je waar maximaal 3 in de parlementair gekozen worden, hetzelfde geval in Saramaka. Sipaliwini, voorzitter, had veel meer kiezers dan Gommewijne. Maar Gommewijne heeft 4, Sipaliwini heeft 4, voorzitter. Dus ik wil de samenleving wijzen op deze dingen. Want vaak horen wij in het binnenland zijn er goedkope zetels te halen, voorzitter. Niks van waar. Alle politieke partijen hebben dezelfde toegang, ja, om deel te nemen aan de verkiezingen in het binnenland. Voorzitter, de ordening van de goudsector. Sabina, het Gayadin heeft iets niet goed gehoord. Ja, voorzitter, bedankt. Graag de spreker geeft een exposé aan van waar er meer kiezers zijn dan de anderen en waar de zetels dezelfde zijn. Dat is voor mij niet duidelijk. Ik denk dat wanneer de achterspreker meeneemt dat vandaag wij bijvoorbeeld hier in deze Nationale Assemblee zitten en dat we een coalitie hebben die, laten we zeggen, 70%, ruim 70% van de zetels hier in deze zaal beheren. En dat komt vanuit 42% van de kiezers van de samenleving. 42%. Ik dacht u iets niet had verstaan, ja, nee, of had begrepen, dus maar wanneer, die discussie gaan we niet openen. Nee, dus ik wil geen discussie voeren. Dus ja. Het is naar de spreker toe dat hij dat meeneemt, dat wij een situatie hebben wanneer we praten over kiesstelsel, dat 42% van het volk, kiezersvolk, beslist heeft dat 70% ja. Hier van de Nationale Assemblee. Ja, goed. Ik zou graag willen ingaan, maar ik denk dat ik in tijdnood kom. Dus ik ga gewoon door met mijn bijdrage, voorzitter. Voorzitter, de ordening van de goudsector, voorzitter. Voorzitter, de goudsector is veelbelovend voor de toekomst van Suriname. Praten wij over ordening van de goudsector, voorzitter, praten we over institutionele versterking, regulering van de sector, legalisering van de sector,
de sector brengen onder overheidsgezag. Belastingplichtigen plichtgetrouw hun belastingplicht nakomen. Ondernemerschap en verantwoord ondernemen bevorderen, voorzitter. We moeten meer aandacht besteden aan de verwoestende effecten van de mijnbouw op de watervoorraden in het kader van de ordening van de goudsector. Uitleggen aan de gemeenschappen, aan de stakeholders, voorzitter, wat de ecologische, sociale en economische effecten zijn, voorzitter, van het ongecontroleerd mijnen van goud, voorzitter. Voorzitter, we pleiten ervoor om bij het zoeken naar oplossing het pad van dialoog te blijven volgen, voorzitter. We vragen aandacht voor blijvende inspraak van de lokale gemeenschappen bij de ordening. Voorzitter, heel veel gezinnen zijn afhankelijk van de kleinschalige goudwinning. We willen waarschuwen voor belangenverstrengeling en botsende belangen, voorzitter. We willen de regering meegeven om de oprichting van een goed georganiseerde en sterke associatie van kleinschalige goudmijnbouwers te bevorderen, voorzitter. Die moet zorgen voor de vertegenwoordiging, de faciliteren en stimuleren van de sector, voorzitter. Samenwerking tussen overheid en sector is van eminent belang en wordt zodoende inhoud gegeven, voorzitter, aan public-private partnership, voorzitter. Voorzitter, we willen bijzondere aandacht vragen voor de grondslag van de belastingheffing in de goudsector, voorzitter. Voorzitter, ik ben een keertje naar Sarakri gegaan in het kader van de ordening van de goudsector. In een andere hoedanigheid, voorzitter, ben ik sedert 1996, 98, ja, betrokken geweest in deze materie. En die goede man heeft mij gezegd, Oneuroko go-to, Weesuko go-to. Dat is de kenmerk van de kleinschalige goudwinning. Ja? Trouwens, u bent bekend met de leuze. We gaan ons geluk beproeven in de goudsector. Voorzitter, wanneer de regering besluit, voorzitter, om te komen tot een heffingssystematiek, dan moet dat goed overwogen worden. Gaarne hebben wij dat de regering in overleg treedt met de sector, voorzitter. Voorzitter, in de goudsector, zoals het begint is, voorzitter, ik was eergisteren was ik in het binnenland en bij terugkeer heb ik een tussenstop gemaakt langs de Afobakkaweg. Ik ben een softdrinks gaan kopen en ik las daar heden contant, morgen krediet. Borguna sorgu. Voorzitter, in de goudsector is dat het tegenovergestelde. In de goudsector is het heden krediet, morgen contant. Borgu abi sorgu. Vraag u dat aan het geachte lid Brunswijk. Ik zie hem niet meer in ons midden, voorzitter. Hij is er. Oh, hij is er, voorzitter. Voorzitter, iedereen, alle stakeholders in de goudsector staat te duimen op het moment dat de productie binnen is. Zolang de bui niet binnen is, voorzitter, toch, leeft men in onzekerheid. Dat geldt voor de mijnwerkers, die jongens die met spuit en zuislangen bezig zijn, voorzitter. Ze krijgen geen vastloon. Ze krijgen een percentage van de opbrengst. De concessiehouders krijgen een percentage van de opbrengst, voorzitter. Iedereen in de sector, zelfs de graafmachinehouder, werkt en hij is afhankelijk van de opbrengst. Voor wat betreft zijn deel van de koek betreft. Zelfs de animeermeisjes, voorzitter. U moet drie gram. U gaat. Voorzitter, sorry dat ik het moet zeggen hoor. Ik weet of ik het moet door, voorzitter. Als u wil wippen voor 3 gram, kunt u het doen en achteraf als de opbrengst binnen is, voorzitter. Ja, lid Asabina. Ja, oké. Okay. U houdt een geweldig betoog tot nu toe. Gaat u gewoon. Voorzitter, iedereen in de goudsector, zelf bij de animeermeisje is dat het geval, voorzitter. Dus we vragen bijzonder aandacht ervoor dat wij niet komen, voorzitter, met een besluit, een heffingsgrondslag, voorzitter, die, laat maar zeggen, de sector ten gronde richt. We willen ervoor waken, voorzitter. De goudsector kunt u niet vergelijken met de casino-branche. In de goudsector kunt u geen reclame maken om meer goud te verdienen, voorzitter. Binnen te halen, voorzitter. We willen het voorlopig hierbij laten, voorzitter. Voorzitter, belasting. Voorzitter, ik ga niet praten over belasting.
Ik, ja. Belasting, voorzitter. Laat eenmaal de president in ons midden is. Wil ik het toch doen, voorzitter. Voorzitter, in de regeringsverklaring, voorzitter, wordt er gewacht gemaakt van hervorming van het belastingstelsel. Het is hoopgevend, voorzitter. Het stelsel vertoont te veel tekortkomingen. De wettelijke bepalingen zijn onderwijs en beantwoorden dus niet aan de hedendaagse eisen, ontwikkelingen, omstandigheden en tijdgeest, voorzitter. Voorzitter, om dat met een voorbeeld te illustreren. De alles overheersende norm voor wat bij de fiscale bepaling in onze belastingwet is het begrip goedkoopmaatsgebruik. En ik moet u zeggen, er is een constant spanningsveld tussen de belastingdienst en de belastingplichtige over de winstbepaling. Wat is winst? De wetgever zegt goedkoopmaatsgebruik, voorzitter. Als u de wet op en duikt in de wet, dan komt u tegen goedkoopmaatsgebruik is wat de fiscale rechter zegt. Maar we hebben geen fiscale rechter, voorzitter. Dus, om te weten wat goedkoopmaatsgebruik is, voorzitter, moeten wij de dikke boeken uit Nederland gaan bestuderen, voorzitter. We hebben te maken met jurisprudentie die afkomstig zijn uit landen waar de sociale, de maatschappelijke en economische omstandigheden anders zijn, voorzitter. Dit is de keiharde realiteit. Dus ik zeg, voorzitter, ik ben eens met de regering om het belastingstelsel drastisch te herzien, voorzitter. Voorzitter, wereldwijd wordt aandelenwinst belast. Collega Parmisser, tijden van de behandeling van de casinobelastingwet, voorzitter. Onze kolonisator heeft dat niet voor ons achtergelaten. Dus we belasten het niet. We hebben hier gehad een financiële instelling als ABN AMRO. Ze zijn weg. Ze hebben hun aandelen verkocht. Omdat aandelenwinst niet belast wordt in onze wet, zijn ze weggegaan. Het kan zijn dat ze aandelenwinst hebben gemaakt. Ze zijn weg, voorzitter. We hebben Billington hier gehad, voorzitter. Ze hebben hun aandelen overgedragen aan Suralco, voorzitter. Omdat er geen aandelenwinst wordt. Vanaf welk jaar is Billington hier? Kunt u mij zeggen dat hun aandelen niet zijn gestegen? Omdat met een positief resultaat af te sluiten. Ze zijn weg, voorzitter. Omdat die bakkeras dat niet voor ons hebben achtergelaten, is dat ook niet meegenomen, voorzitter. We hebben Cambuur gehad, voorzitter. Ze zijn hier. Binnen 2-3 jaar zijn de goudprijzen gigantisch gestegen. Ze zijn weg. Ze hebben hun aandelen doorverkocht aan IAM Gold. En nog steeds zitten wij. Aandelenwinst worden niet belast. En zo zijn er tal van zaken, voorzitter. Voorzitter, verzekeringmaatschappij in dit land, voorzitter. Hun hele winst mogen ze nagenoeg reserveren. En om in de trant van Weiland Derby te praten, voorzitter. Het zijn geen Massasa en Baburam Pandey, voorzitter, die beleggen, voorzitter. Ze hebben het geld niet. De vraag is, waar worden die winsten die niet belast worden, waar worden ze belegd? Voorzitter, ja, we hebben geen fiscale rechtbescherming in dit land. Er is geen raad van beroep. We hebben begrepen dat er een van deze dagen dat wordt een feest zal worden. Voorzitter, we willen bijzonder aandacht vragen voor de kwalitatieve bemensing van zo'n raad, voorzitter. Voorzitter, we hebben geen enkel belastingverdrag, maar we zeggen dat we investeringen willen stimuleren. We hebben geen enkel belastingverdrag. Ik sprak eergisteren met iemand en hij zei me van nee, we hebben een belastingverdrag met Nederland. Dat hebben ze voor ons achtergelaten. En voorzitter, niet alleen gunstige belastingtarieven geven de doorslag voor investeerders, maar zaken als aanwezigheid van gekwalificeerd personeel, fiscale rechtsbescherming, markttoegang en snelheid van de bureaucratische modellen en wegen evenveel zwaar, voorzitter. Voorzitter, niet alleen het belastingstelsel moet drastisch aangepast worden. Het hele instituut moet op de schop, voorzitter. Het moet op de operatietafel, voorzitter. Voorzitter, hoe willen wij in dit land, als we zeggen we willen corruptie, belastingdienst moet u zien als een financiële instelling, voorzitter.
Ik neem aan dat u met mij eens bent. Het is een financiële instelling. Belastingdienst in geld voor de staat. Maar weet u dat de Belastingdienst niet over een afdeling interne controle beschikt, voorzitter? Dan willen wij corruptie bestrijden. Voorzitter, ik zeg u, het braakliggend terrein aan inkomsten welke in de staatskas moet toevloeien, is groot. Ik zeg u, tenminste 50% van belastinginkomsten ontberen wij in Suriname. En dat is zielig, voorzitter. En een zorgwekkende ontwikkeling, voorzitter, is dat een belangrijk deel van de samenleving, voorzitter, belasting betalen als een straf zien in plaats als een burgerplicht. Voorzitter, en hieraan moeten we gaan werken. Voorzitter, we kunnen geen belastingdienst in stand houden. En we zeggen we moeten multinationals gaan onderzoeken als IAMGOLD, Suralco en belangrijke bedrijven die hun jaarcijfers laten produceren door internationaal gecertificeerde registeraccountants, voorzitter. En we hebben geen registeraccountants. Voorzitter, hoe wilt u hebben dat ik iets moest beoordelen terwijl ik de kennis daarvoor niet heb, voorzitter? Voorzitter, de Belastingdienst is een te belangrijk apparaat voor de staat. Het moet gelicht worden uit de reguliere ambtenaarsector, voorzitter. U moet in staat zijn om een registeraccountant te betalen. Een registeraccountant, u moet in staat zijn om $20,000 aan een registeraccountant te betalen, voorzitter. U moet niet kijken naar de uitgaven. U moet kijken naar wat u en daaruit binnenhaalt, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat ik ga afronden. Ik heb een laatste punt dat ik wil bespreken, voorzitter. En ik zie het als een heel belangrijke bottleneck, voorzitter. En dat is dat we in Suriname onvoldoende statistieken bijhouden, voorzitter. Voorzitter, het kan niet. Het lijkt alsof wij het belang en de noodzaak van adequate en betrouwbare statistieken niet inzien, voorzitter. We moeten meer gegevensbestanden en geografische informatiesystemen gaan ontwikkelen, voorzitter. We hebben geen statistieken over arbeidsproductiviteit per sector. Als ik wil weten wat de arbeidsproductiviteit is in de landbouwsector, voorzitter, moet ik het kunnen krijgen? Ja? We willen concurrerend gaan produceren, maar we hebben geen statistieken. Hoe willen we dat doen? Democratische cijfers, voorzitter. Als ik me niet vergis, dateert de laatste volkstelling van 2004. We leven nu in 2011 en we weten nog niet. Ja, wat de geboortecijfer is en dergelijke. We weten het niet. In 2004, alle Surinamers waren verrast, voorzitter, toen het resultaat uitwees dat de Marons de derde grootste bevolkingsgroep in Suriname zijn. Iedereen was verrast. We weten niet wat het anno 2011 is. Voorzitter, ik zou u willen bedanken voor de gelegenheid mij geboden om een bijdrage te leveren, voorzitter. Lid Asabina, ja. Ik wil u hartelijk bedanken. U heeft vandaag gemaakt dat ik het niet erg vind dat ik het woord niet mag voeren. Dank u wel. Leden, ik zou overgaan naar de andere fractie, waarbij ik lid Breeveld, we hebben de oppositie gehad, coalitie, maar we hebben nog een fractie, en dat is de fractie van lid Breeveld, die moet nu aan het woord komen. Maar conform de afspraken die we hebben in het parlement, las ik nu een schorsing in. Het is ongeveer 14:50. Om 14:30 gaat de vergadering verder. Ik schors de vergadering voor de lunchpauze.